Hallo. Dag. Proost in je teven. Succes. Ja, dankjewel. Klinisch handelen is heel erg belangrijk in onze opleiding. En wij vinden dat de studenten goed voorbereid moeten zijn op de toekomst. Daarom toetsen wij ze zowel binnen als buitenschools. Vandaag hebben we de grote simulatietoets met de Lotus-patiënten, zodat we kunnen kijken of de studenten zijn toegerust voor de praktijk. Dit is de patiënt die je krijgt. Dan heb je heel korte informatie. Dag, ik ben Rosine Theeuwen, verpleegkundig specialist. Peter de Haan. U bent via de huisarts naar ons doorverwezen. Ik ben deze opleiding gaan doen omdat ik geloof dat verpleegkundig specialisten een verschil kunnen maken in de gezondheidszorg. Juist om de verbinding tussen verpleegkunde en het medisch domein te kunnen maken. Kloppen op de rug, dan mag ik aangeven of dat pijn doet. En de tibialis posterior. Het belangrijkste wat ik hier heb geleerd is denk ik wel het klinisch expert. En alle vakken daaromheen zijn van belang geweest en hebben daaraan bijgedragen. Maar ik denk dat het klinisch expert wel de grootste nadruk is van de opleiding. En als afsluiting de wetenschapslijn waarbij je dus een wetenschappelijk onderzoek doet om je opleiding af te ronden. Dat wetenschappelijk onderzoek eigenlijk wonderbaarlijk leuk. Ik dacht van tevoren had ik gedacht van nou, dat vind ik nou het mindere deel. Maar dat vond ik eigenlijk wel een van de leukere delen van de opleiding. Ja, ik zou het aanraden om hier de opleiding in Leiden te doen, omdat de docenten ontzettend openstaan voor aanvullingen vanuit de praktijk, dus vanuit je eigen vakgebied. Ze staan heel erg open voor nieuwe inzichten en daar gaan ze dan verder op door, dus dat vind ik heel goed. Ik kom wat uitslagen opvragen. Ja, dat is 3. De coachgroepen zijn op zich goed georganiseerd, de docenten zijn goed toegankelijk. Ja, ik heb op zich wel, dat kan ik iemand wel meegeven als hij besluit om op de Hogeschool Leiden te gaan studeren. Ja, hallo met Rosine. Ik wil graag... Besef wel als je hier aan begint, het is wel 2 jaar bikkelen. Ja.